Hoi, ik ben Elise en leuk dat je naar deze Girl with the Likes en Dislikes kijkt. In deze video ga ik je weer allemaal producten laten zien die favoriet waren en die minder favoriet waren. Dus weer een Girl with the Likes en Dislikes en dit keer van maart. Ik ga gewoon snel beginnen met beauty producten. En dan gaan we van start met een lijn die ik echt geweldig vind. Ik vind de complete lijn heel erg mooi. Op één ding na, maar die komt straks nog voorbij. Namelijk de British Rose line van The Body Shop. Ik ben op een persevent geweest, daar kon je al een vlog van zien. En ik heb ook een uitgebreid review over deze producten geschreven. Wat een heerlijke lijn is dit. Ik heb hier de body butter. En als je denkt aan roos, tenminste als ik denk aan roos, denk ik een beetje aan een muffe oma geur. Laten we zeggen, ik vind rozen mooier om te zien dan om te ruiken. Laten we het daarop houden. Dus toen de body shop bij de persevent zei, we hebben een rozenlijn, dacht ik, waarom? Waarom? Maar toen rook ik aan wat producten en ik was in één klap verliefd. Je ruikt wel die rozengeur heel op de achtergrond. Ruik je die rozengeur, maar verder is een hele frisse... Ja, het is echt een bijzondere geur. Fris en lekker en wel gewoon niet oma-achtig, zeg maar. Dus dat vind ik super tof dat de Body Shop roos heeft verwerkt op een lekkere manier. Als je snapt wat ik bedoel. En dat vind ik heel erg fijn. Deze twee zijn het meest favoriet, gebruik ik het vaakst. Als eerst de Eau de Toilette. En die gebruik ik echt best wel vaak en hij is nog niet zo ver op. Dus hij is zuinig in gebruik, wat ik al een pluspunt vind. Het enige nadeel is dat hij niet heel sterk ruikt. Als ik hem opspray, ruik hem, maar hij vervliegt heel snel en hij is niet heel erg sterk. Dat had voor mij dan weer anders gemogen, maar ik vind het wel een hele lekkere parfum voor elke dag. Want hij is niet heel sterk, dus hij kan altijd. En de body butter is ook geweldig, vind ik heel, heel erg lekker. De geur is lekker, de substantie is fijn, hij smeert goed uit, trekt redelijk snel in en hij laat een lekkere geur achter. Dit is echt een hele fijne. Ik ben sowieso fan van de Body Shop Body Butters, maar deze moet je echt even proberen. Dan heb ik een dagcreme en als je mijn site volgt weet je wel dat ik mijn huidverzorging, dat ik daar een beetje mee bezig ben. Om die wat beter te maken, zodat ik minder last heb van onzuivere huid. En dit is de dagcreme die ik nu gebruik. Dit is de Olaz Total 7 Effects 7 in 1. En dit is dus parfumvrij. Dit is dus een dagcreme en deze is echt geweldig. Als ik hem opsmeer voel ik meteen verschil. Mijn huid lijkt een stuk matter, maar is het eigenlijk niet. Het voelt heel fijn. Ik heb maar een half pompje nodig, dus je doet hier, of ik doe hier in ieder geval eeuwen mee. Ik vind hem gewoon heel erg fijn. Ik heb hier nog geen review van online staan, ga ik wel doen. Maar ik wilde hem toch even noemen, omdat ik nu al heel erg blij met dit product ben. Dit is echt een topper, denk ik. Dan gaan we verder naar make-up. En de highlighter die ik eigenlijk bijna elke dag heb gebruikt, is wederom MAC Lightscape. En dit is een hele lichte highlighter, wat ik heel erg mooi vind. Hij geeft een mooie glans, een lichte glans, wat heel mooi bij mijn lichte huid staat. En I just love it. Dan nog een blush. Dit is namelijk de Africa Blush van W7. En als je me langer volgt weet je al dat ik dit product heel erg fijn vind. En laatst had ik gewoon niet heel vaak zin om echt uitgebreid te make-upen. Zoals ik nu wel heb gedaan. Ik had er vandaag echt zin in. Maar de laatste tijd had ik een beetje een bad skin day. En dat had ik dan heel erg vaak. Heel erg droge plekjes, maar ook puistjes. Ja, en ik heb dan gewoon niet zo'n zin om heel uitgebreid te make-uppen. Om al die puisten en die plekjes, die zie je dan gewoon door je make-up heen. En dan, ik weet niet. Ik had er gewoon niet zo'n zin in. En ik wilde gewoon snel mijn make-up doen. En dan gebruik ik heel vaak deze, namelijk de Africa Blush van W7. Omdat die een glans heeft en een hele mooie kleur. Dus dan heb ik meteen en een highlighter en een blush. Dus dan vind ik het heel fijn om die te gebruiken. En het viel me op dat ik gewoon pan heb geraakt. Dat vind ik gewoon heel erg leuk. Noem me een idioot, dat ben ik ook wel een beetje. Maar ik vind het gewoon heel erg leuk dat je dan een pen in een product raakt. En zeker in zo'n product, want blush maak ik bijna nooit op. En laat staan dat er een pen in komt. Dus ja, vind ik gewoon heel erg leuk. En ik heb hem deze maand heel veel gebruikt. Dus daarom verdient hij een plaatsje in deze video. Dan heb ik een aantal lipproducten. En dan begin ik even met het lipproduct dat ik nu op heb. Namelijk de NYX of NYX, maar dat klinkt zo raar omdat je nou eigenlijk niks... Ik heb een lipproduct van NYX. Huh? Heb je nou wel of geen lipproduct? Nou ja, je snapt wat ik bedoel. Maar dit is de Soft Matte Lip Cream. En in de kleur Antwerp. En hij is echt prachtig. Dit is dan een lipglossje met de pigmentatie van een lipstick. En hij is heel erg mat. Hij doet me denken aan de Essence matte lipglossjes van een hele tijd geleden. Misschien hebben ze die nog steeds wel, weet ik eigenlijk niet.
Qua geur en qua substantie doet ze me daar heel erg aan denken. Maar deze is zo mooi. Zoals je nu misschien ziet, de kleur is wel heel erg knallend. Maar, schreef ik ook in de review, hij oogt toch een soort van natuurlijk of zo. Ik weet niet zo goed hoe ik dat moet uitleggen, maar ik vind hem heel erg mooi. Ik vind deze gewoon heel erg fijn, blijft redelijk goed zitten. En de kleur is gewoon prachtig. En dan heb ik 3 lipsticks van Ethos. Die heb ik ook met z'n 3 gereviewd en ik vind ze alle 3 heel erg fijn. En dan zijn dit de kleurtjes. Een heel fel roze kleurtje, die heet Candy Crush. De oranje heet Coral Charm. En de bruinige, die heet Juicy Cassie. En ik vind ze alle 3 heel erg mooi. Heel gevarieerd van kleuren, want er zijn nog meer van dit soort lipsticks. En de kleuren gaan echt van heel donker naar heel fel, naar heel licht. En dat vind ik heel erg leuk. Leuk dat Ethos dat doet, want dit is gewoon heel goedkoop. Een echt budgetmerk. Die roze doet me denken aan Candy Yum Yum. Mocht je het leuk vinden om daar een beauty battle mee te zien, laat het even weten in de reactie. Die oranje vind ik heel erg mooi in de lente. Ik vind in de lente oranje gewoon heel erg mooi. En dit is echt een mooi bruin kleurtje. Heel erg gaaf. Een beetje Kylie Jenner-achtige kleur. Al ben ik daar niet zo van om een bekende naad te doen. Want dat vind ik altijd zo stom. Dat is niet mijn ding. Maar hij is wel heel erg mooi. Echt past echt in die bruine lipstrend die er nu gaande is. Dus alle 3 super mooi. Dan gaan we verder naar de fashion items. En als eerste heb ik een bril. Ja, je denkt misschien een bril. Jij een bril. Ja, ik draag eigenlijk elke dag een bril. Behalve als ik bezig ben voor mijn video's. Want als ik een bril draag, je zal het nu misschien wel zien. Wow, deze is vies. Dan weerspiegelt het licht waarmee ik film. Dit is gewoon zonlicht. Weerspiegelt dan in mijn bril. En ik vind dat gewoon niet mooi. Daarnaast vind ik een bril mezelf niet heel erg tof staan. Maar ik draag ze dus wel. Als ik werk bijvoorbeeld, of als ik gewoon niet aan het filmen ben of aan het fotograferen ben, dan draag ik altijd een bril. En dit is een van mijn nieuwe brillen. En ik vind deze heel erg vet. Het is wel een heel erg uitgesproken bril. Het is niet een bril die je bij wijze van elke dag draagt. Kan wel natuurlijk, maar daarvoor vind ik hem iets te heftig. Maar ik vind het wel heel erg leuk om deze op mijn outfit aan te passen. Hij heeft een hele opvallend montuur, maar ook de kleur. En ik vind hem gewoon heel erg vet. Dus hier ben ik super blij mee. En dan heb ik ook schoenen die heel, heel erg favoriet zijn. Ik kocht ze bij Invito. Invito gaat failliet, of die is failliet, wat ik best wel jammer vind. Ik wist dat eigenlijk niet, totdat ik langs een Invito liep met een vriendinnetje. We gingen winkelen. En er stonden super veel mensen in die winkel. En wij dachten, what's going on? En we liepen naar binnen en die mensen waren echt, het was echt chaotisch. Dus wij zeiden tegen elkaar, geef ze hier schoenen weg of zo. Want het was zo vol. En we dachten echt, wat is hier aan de hand? En toen zei dus een mevrouw, nee, alles is met 70% korting. Toen dachten wij, oh, dus ze geven ze wat wel schoenen gratis weg. Dus dan hebben we er even gekeken. En toen zag ik niet echt iets. Maar later liepen we een ander filiaal binnen. En toen zag ik echt een heleboel mooie schoenen. Waaronder deze schoenen. Dit is een soort desert boot model. En die zoek ik al heel erg lang in het zwart. En hij heeft een hele mooie print. Het lijkt een beetje op schubben van vissen. Maar dat is het denk ik niet. Tenminste, daar ga ik van, ja, is het altijd niet. Maar daar lijkt het dus op. Vind ik heel erg mooi. Ja, ik vind ze gewoon heel erg basic. Ze passen overal bij, maar door het relief vind ik hem wel heel erg opvallend en tof. Hier ben ik heel erg blij mee. En ze waren eerst 70 euro en nu iets van 20 euro. I know. Dus daar ben ik echt super blij mee. Echt een goede score. En wel heel erg zonde natuurlijk van Invito. Maar vind ik dan wel weer nu fijn dat ik dus hele goedkope schoenen heb. Ja. En dan gaan we verder naar de dislikes. Net liet ik een bril in de likes zien en ik heb ook een bril in de dislikes. Dat is namelijk deze bril, die bestelde ik samen met die andere bril. Maar deze is veel te groot. Als ik bijvoorbeeld zo doe, dan hangt hij al op het puntje van mijn neus. En als ik, oeps, wiebel, dan valt hij dus af. Dus hij is veel te groot. Want op zich vind ik hem wel leuk staan, maar ja, dit is gewoon niet fijn. En dan toch een product dat echt wel een beetje pijn in mijn hart doet. Maar in mijn review schreef ik al dat ik een beetje twijfelde of ik het een fijn product vond of niet. En ik ben tot de conclusie gekomen dat ik hem niet zo heel erg fijn vind. Omdat ik hem gewoon sinds mijn review eigenlijk niet meer gebruikt heb. En dat is voor mij vaak al een teken dat het niet een fijn product is. Of dat ik hem niet fijn genoeg vind in ieder geval. Het is namelijk de highlighter van Catrice. De High Glow Mineral Highlighter Powder. En ik hoor heel veel mensen er heel positief over spreken. En ik vind hem ook heel erg mooi. In de pan ziet hij er super mooi uit. Als ik hem swatch, ziet hij er super mooi uit. Als ik hem op mijn hand swatch, ziet hij er ook heel mooi uit. Maar wat ik heel erg jammer vind, is dat je heel voorzichtig, ten eerste heel voorzichtig moet doen met dit product. Want je gaat erover met je kwast en de poeder vliegt alle kanten op. En als ik hem opdoe, dan is hij meteen heel heftig en een beetje fallout. Dus eigenlijk heb ik op mijn wangen hier en daar ook wat glittertjes. En als ik dan denk, oeh, hij is wel heel fel,
en ik veeg overheen met mijn poederkwast bijvoorbeeld, is die al bijna helemaal weg. En dat vind ik gewoon jammer. Ik wil gewoon een product waarvan ik lekker over de dingen kan, lekker kan smeren en perfect. Niet dat ik moet denken, hoe voorzichtig, hoe fallout en dat overal glitters dwarrelen en zo. Ja, dus dat is wel jammer. Maar ik wil er wel bij zeggen dat als je een niet heel groot budget hebt voor bijvoorbeeld een geweldige MAC highlighter, dan is dit wel een aanrader. Maar dan moet je dus een beetje voorzichtig doen. En dan ook een product van de British Rose Line van de Body Shop, die toch ook een dislike is. Ik schreef het in mijn review al, dit hele mooie paletje. Het allereerste palet van de Body Shop dat vast in het assortiment zit. Wat ik wel echt heel erg tof vind. Dus dat is dan wel weer een soort like of zo. Maar de kleurtjes zijn het gewoon niet voor mij. Sowieso passen ze niet heel erg bij mij. Ik ben niet zo van zwart-grijzig. Staat mij niet zo heel erg mooi. Daarnaast zitten er wel mooie blushes in. Maar die pak ik toch minder snel dan een losse blush. En deze roze oogschaduws. En die andere eigenlijk allemaal. Ik kan er gewoon niet heel erg fijn mee werken. Pigmentatie had voor mij een stuk beter gemogen. Want als ik het op mijn ogen smeerde, ja, het was het gewoon net niet. En dat is gewoon jammer. Het ziet er mooi uit. De verpakking is mooi. Er zit een mega spiegel in. En de kleurtjes zijn mooi gevarieerd. Er zit een blush bij. Dus het is handig als je op reis gaat. Maar op een of andere manier doet hij het gewoon niet. En dat is heel erg zonde. En dit waren al mijn likes en dislikes van deze maand. Ik ben benieuwd wat jouw like en dislike was van deze maand. Laat dat vooral achter in de reactie. En vergeet niet te abonneren als je dat nog niet hebt gedaan. Dan blijf je op de hoogte van alle video's die ik hier op dit kanaal plaats. En doe een duimpje omhoog als je het leuk vindt. Heb ik dat al gezegd? Misschien. En dan zie ik je de volgende keer weer. Doeg!